Dus ik ben teruggelopen naar de mensen van de brandweer. Missen jullie nog een stukje? Een auto is woensdagochtend ontploft aan de Korhoenstraat in Beuningen. De eigenaar startte op zijn oprit de motor waarna zijn auto explodeerde. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. Auto-onderdelen vlogen tientallen meters weg. De laadklep vloog zelfs over een huis en kwam in de tuin van de overbuurvrouw terecht. Ik ging vanochtend onder de douche en ik sta eventjes eronder en ik hoor een enorme klap. Zo'n klap heb ik nog nooit gehoord. Ik had geen idee wat er gebeurde. Ik denk, droom ik dit nou of wat is dit? En ik hoorde wel dat het van de overkant van de straat, uit die richting kwam het wel. En tegelijkertijd hoorde ik ook wel iets op mijn dak. Ik kon me even niet oriënteren van wat is dit nou toch? Dus ik heb snel de kraan uitgedraaid, me afgedroogd en aangekleed en naar buiten gekeken. En toen zag ik bij mijn buren de achterkant van de auto helemaal geëxplodeerd. En mijn buurman zit daarnaast. Dus ik vlieg al naar buiten toe en inmiddels stroomt het al vol met mensen uit de buurt en kwam de ambulance ook al aan. Dus die was al gewaarschuwd, gelukkig. Dus de hulpverlening kwam erg snel op gang. Mijn buurman was gelukkig bij kennis en werd meteen geholpen. Maar de schade is enorm. Nadat Kaasjager bij de auto was wezen kijken, trof ze in haar tuin een verrassing aan. En kom ik in mijn achtertuin en zie ik de achterklep van de auto van de buurman, die zie ik in mijn achtertuin liggen. Dus ik denk, ja, die is helemaal over het dak heen geslagen. Dat kan niet anders, die kan dus. Nou, en toen keek ik naar mijn dak en dakpannen eraf, overkappen en kapot. En zo'n harde klap dat de achterklep van de auto over het huis heen vliegt, nou, dat is nogal wat. Dus ik ben teruggelopen naar de mensen van de brandweer. Missen jullie nog een stukje? Ja, zegt hij, we missen nog een achterklep. Ik zeg, dan heb ik hem gevonden. De oorzaak van de explosie was een gasfles in de bagageruimte van de auto. Die was waarschijnlijk lek en gas had zich verspreid door de hele auto. Bij het starten van die auto kwam het daardoor tot een ontploffing.